Die bal naar binnen nu en dan gaat hij binnen. En komt hij er nog aan, Jakšuk? Of ging die voorzet rechtstreeks binnen? Nee, afgekeurd. Muziek plots onderbroken. Geen doelpunt, buitenspel, zegt deze man. Dat kan natuurlijk niet. Kijk eens van hoe ver dat die bal komt. Volkomen ten onrechte afgekeurd. Komt de Sutter er nog aan? Ik denk het niet, misschien met één haar. Als hij eraan komt, dan is het terecht afgekeurd. Maar komt hij terecht aan? Mooi, goede voorzet, hele goede voorzet. En dan scoort hij, de Sutter. En deze telt zeker wel. Een minuut of zes voor de rust staat Cerkel op voorsprong. Het is geen leuke, geen beklijvende eerste helft tot nog toe. Maar er gaat maar van één ploeg echt dreiging uit en dat is Cerkel. Af en toe is een scherpe, goede combinatie, een snelle counter. En deze was perfect, ja. Hele goede voorzet van Frederik Boy. En dan uiteindelijk Tom de Sutter met zijn 9e competitiedoelpunt. Dit was een absoluut perfecte voorzet. De Smet opent goed. En dan Boy heel erg strak en heel erg goed voor doel gezet. En dan is Bailly kansloos van dichtbij gefusilleerd. 1-0 Cerkel. Van die bal botste net. Boy wil de voorzetten met zijn linker dan maar. En daar is de 2-0. Oleg Jakšuk reageert het best op die bal. En zo hebben we al vroeg in de tweede helft opnieuw een doelpunt voor Cerkel Brugge. 6 minuten ver, er was nog niks echt noemenswaardig gebeurd. En dan in 2 keer kreeg Boy die bal voor de goal. En daar reageerde Jakšuk veel alerter, veel vinniger, veel sneller op die bal dan de twee verdedigers van Racing Genk. Lolo laat zich in de luren leggen en Cornelis ziet Jakšuk weglopen, maar reageert niet. En dan heb je 2-0. En zo heeft Zempelen nu 2 spelers met 9 goals achter hun naam. Na de Sutter ook Oleg Jakšuk. 2-0, dit zou wel eens de beslissing al kunnen zijn. Gombami, Serebrennikov, de Sutter, kijk eens, wat een vertrouwen, wat een techniek. En weer vrijheid voor de Smet. En 3-0, ai ai ai, Racing Genk gaat helemaal onderuit, helemaal met de billen bloot. Steeds weer een man vrij van Cerkel en die wordt ook goed aangespeeld. En zo heeft ook Stijn de Smet zijn doelpunt te pakken. 3-0, hij komt op 5 treffers en Bailly, die is het al lang beu. En zo wordt het verschil stilaan groot tussen een krasselend Racing Genk en een ja, goed spelend, vlot combinerend, op een wolk voetbal aan Cerkel Brugge. Kayet loopt ernaast, maar kan er niks aan doen. En Bailly heeft dan ook nog de pech dat die bal door zijn benen gaat. Kijk eens, veel te vrijgelaten Stijn de Smet. 3-0. Lolo door de benen bij Serebrennikov. Ja, Haroun, fraaie goal. Mooie trap van Faris Haroun. Hij staat 3 minuten op het veld. En hij scoort 3-1. Nog een waterkansje voor Racing Genk om misschien nog een punt uit de brand te slepen. Als er snel ook een tweede goal komt. Faris Haroun. Nou, veel beter kan je niet op doel trappen. Zo haalt hij een beetje zijn gram. Zegt de Smet, slim en dan door de benen en hij scoort weer Stijn de Smet. Wat een doelpunt. Dat is misschien wel het grootste talent van Cerkel Brugge. Samen met Jakšuk misschien. Maar wat is dit een fraaie goal. En zo staat Racing Genk halfweg de tweede helft weer even ver. Het verschil is opnieuw 3 doelpunten. En dan gaat hij met de vrije trap indraaiend en dan is het 5-1. En het is weer de Sutter, dan komt hij op 10. En dan komt hij naast Dissa van Roeselare. 5-1.
Cercle Brugge, waar gaat dit eindigen?